Nee, inderdaad. Komt dat nou? Ja, het zijn meer de financiële prikkelen als de prestaties, hè? De prestaties zijn erg goed, maar de indruk is dat de leiding te wensen overlaat. Ja, die indruk mag wel zeggen, ja. Ook als je ziet wat er gebeurd is met de kaartjesverkoop, hè? Als je dat allemaal leest, dat er dus kaartjesverkoop zijn geweest wat niet opgegeven is. Ja, en waar ze daar ook mee geknijd hebben. Hm. Ja, kijk, leuk is dat natuurlijk allemaal niet. Ja. Wij als supporters zijn er natuurlijk de dupe van. Hè? Kan je voorstellen dat die hele club zou verdwijnen uit Utrecht? Dat kan haast niet, hè? Nee, kan niet. Als je licentie ingetrokken wordt, krijg je natuurlijk nooit geen betaalde club meer in Utrecht. En dat is natuurlijk, dat zou even zonde zijn. Ja. Wij als jochies die allemaal vroeger bij DOS nog gestaan hebben. Hè? Ja. Wat moet er nou gebeuren? Ja, wat moet er gebeuren? Aan het bestuur eigen steun aan. Wij als supporters en spelers zijn er. Nou ja, die zullen alles op moeten bouwen opnieuw. Ja, als ze iets niet afbreken dan. Hè? Ja, nou ja, oké. Okay, ja, okay. De spelers en de supporters zijn vandaag toch een grote actie begonnen. Om onder de mensen van Utrecht toch te zorgen dat de club FC Utrecht blijft bestaan. Ja. Goed, met een aantekeningactie, hij zei wat de spelers doen. Dat vind ik toch een groot pluspunt. Als je ook ziet ook dat de spelers van Utrecht en de supporters ook. En vooral, dan haal ik het weer aan, nou ja, de beruchte Bunnigzijde. Hm. Als je dus ziet wat we die allemaal gedaan hebben vanmiddag in Utrecht en vanmorgen. Ja, dat is waar. Nou ja, het is grandioos geweest. Hey, we komen er zo nog even op terug. We gaan er dadelijk verderop en gaan we nog even naar kijken. Okay. Dank. Engeland werd er dus... ...en een wanhopige supportersgroep. Voor die aanhang organiseerden de spelers van FC Utrecht, die graag willen doorgaan, vanochtend een instuif. Het was druk vanochtend om 11 uur in Utrecht, op de plaats waar het nieuwe stadion wordt gebouwd. Honderden supporters van de FC Utrecht toonden op vaak zeer emotionele wijze hun sympathie voor hun in nood geraakte club. De spelers ontvingen de supporters en vroegen hen toch vooral de komende maanden de thuiswedstrijden van de FC bij te wonen. Zij immers moeten het geld binnenbrengen, nu anderen dat niet langer meer doen. Het is heel duidelijk dat spelers en supporters daar volkomen achter staan. Want ik kan u verzekeren, het gaat door. Want iedereen die is nu al bezig om de zaak keurig netjes in orde te maken. Ik zou willen vragen, mensen, doe je best. Ga eruit uit waar je vandaan komt. Haal daar de aantekeningen. Want dan ben ik ervan overtuigd dat de gemeente ons nooit zou kunnen laten vallen. Want FC Utrecht hoort in Utrecht. Na deze bijeenkomst gingen de supporters, ondersteund door geluidwagens, de straat op. Doel, het verzamelen van minimaal 30.000 handtekeningen van mensen die allemaal hetzelfde willen, het voortbestaan van de FC Utrecht. Het is de eerste keer die ijskeer wat goed doet. Kijk waar die woont. De woont die helemaal niet hoor. Ja, FC Utrecht blijft met de geroepen vanuit het publiek daar. Han Berger, trainer van FC Utrecht. Eén ding wat opviel in dat filmpje was de opmerking van Hans van Breukelen. Goed deze actie, want morgen gaan we met z'n allen er tegenaan. Dan gaat die wedstrijd tegen NAC absoluut door. Waarom gaat het nou eigenlijk niet door? Nou ja, het is zo dat we eigenlijk al vanaf donderdag bezig zijn om die wedstrijd door te laten gaan. En het is gewoon noodzakelijk, het was gewoon noodzakelijk vanwege de resetten die de club hard nodig heeft. En we hebben steeds contact gehad met de KNVB en we hadden zelfs de veronderstelling dat er dit keer, gezien de noodtoestand waarin de club verkeert, wel eens een keer met een bepaald reglement gebroken zou kunnen worden. Dat alleen bijvoorbeeld de wedstrijd Utrecht-NAC verspeeld zou kunnen worden morgen. We hadden daar alles voor geregeld. Het veld zou snel vrijgemaakt worden. En wij verwachten namelijk voor morgen, gezien de hele actie zoals je de laatste dagen opgezet is in Utrecht, erg veel publiek. Nou, die resetten die was broodnodig. En de KNVB heeft gewoon de reglementen gehanteerd die hiervoor staan. Meer dan 50% van de terreinen was onbespeelbaar. Nou, je hebt dus de pest in, hè? Het hele programma eruit. Ik vind het een schande. Kijk, als je dus... Het zijn supporters. Ja, inderdaad. Ik vind dus als de nood zo hoog gestegen is dat het eigenlijk voor een club nu buigen of barsten is. En ze hebben dat geld zo hard nodig dat je dan gewoon zegt met de reglementen in je hand het kan niet doorgaan. Dan had er dus noodbreekt wet. Deze wedstrijd had gewoon koet.
door moeten gaan. Jawel, maar Huibrecht zegt dan, dat is een precedent, hè? Als we jullie toestemming geven, dan moeten we dat blijven doen. Ja, maar ik geloof dat dit natuurlijk wel een bijzonder uitzonderlijke situatie is. Want het is werkelijk zo. Zo is de situatie ons van de week door de bewindvoerders die aangesteld zijn in deze zaak, Surseance zaak, is die ons geschetst. Dat als er niet snel inkomsten zijn, en we hebben al meer dan een maand geen thuiswedstrijd gespeeld, dus geen inkomsten gehad, hè, dan wordt de kans met de dag groter dat de club ophoudt te bestaan. En het veld was bespeelbaar? Ja, het veld was bespeelbaar. Er was een snelploeg van 100 man die stond gereed om de snel van het veld te gaan ruimen. En het terrein onder de snelmassa, dat was redelijk tot goed, althans bespeelbaar geweest. Ja, dan zijn er toch mensen die erg sceptisch zijn. Ik heb vanmiddag gemerkt dat men bij FC Utrecht nogal emotioneel kan reageren. Maar sceptici zeggen toch van, plotseling dit soort sociale acties van de spelers. Ze zijn zelf ook debet in een bepaalde periode geweest aan het slechte rijlijnzijde van de FC Utrecht. En het komt een beetje hypocriet over, zeggen die mensen. Ja, nou, dat, ik spreek dat tegen. Hè. Ik vind dat die spelers daar niet debet aan zijn. Hè. Ik moet zeggen, ik werk nu al geruime tijd bij Utrecht. En ik ben trots op hetgene wat daar dus de laatste jaren gepresteerd is. Er staat een elftal wat vrijwel geheel uit eigen jeugdspelers is opgebouwd. Daar is dus, dacht ik, de laatste jaren wel wat mee gepresteerd. 2 jaar op rij zijn we voor Nederland deelnemer geweest aan de Europa Cup toernooien. Nu, we zijn wat wedstrijden achter door afgelastingen. We staan we toch theoretisch gezien toch weer bij de topploegen erbij. En dat is allemaal gebeurd met spelers die daar keihard voor gewerkt hebben. Die verhoudingsgewijs in vergelijking met andere spelers bij topclubs in wezen voor hele redelijke en acceptabele vergoedingen gespeeld hebben. Ja, die supporters daar zo net, die geven duidelijk te kennen dat zij het vertrouwen in het bestuur lang hebben opgezegd. Hoe zeer voel jij je in het steek gelaten door je bestuur? Nou ja, ik vind het ook weer erg moeilijk om nu die Zwarte Piet helemaal naar die bestuursleden toe te schuiven. Die mensen die hebben dus ook, denk ik, met de beste voornemens getracht zo goed mogelijk elftal op de been te brengen en dat FC Utrecht zo hoog mogelijk te laten voetballen. Het is natuurlijk wel triest dat dat door allerlei persoonlijke rancunes tussen bepaalde bestuursleden onderling en andere mensen van buiten dus de vuile was eigenlijk is buiten gehangen, waardoor de club eigenlijk nu aan de rand van de afgrond balanceert. Het gaat dus niet alleen om vuile was buiten hangen enzovoort, maar het gaat natuurlijk om veel meer, hè, bij Utrecht. Het gaat om fraudeleuze handelingen. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Want jij zit al heel lang bij Utrecht, een jaar of 7 minstens. Ja. En plotseling krijg je dit over je heen. Niet alleen een faillissement, maar ook beschuldigingen van fraude, van zwart geld enzovoort. Ja. Nou ja, het is natuurlijk bijzonder triest. Het is inderdaad de laatste aflevering van het feuilleton geweest. Dat er dus fraude zou zijn gepleegd met plaatsbewijzen. Ja, het bestuur ontkent het. Er is een onderzoek naar gaande. Het is natuurlijk wel zo, waar rook is, daar zal ook wel weer vuur zijn. Hè, dat, als dat het geval is, is het natuurlijk een bijzonder trieste zaak. Kijk, en over die betalingen van zwart geld en handgelden en dergelijke. Ja, daar heb ik een mening die misschien bij bepaalde instanties niet zo heel plezierig zal vallen. Hè, maar iedereen die een beetje ingewijd is in de profvoetballerij, die weet dat dat soort zaken spelen of gespeeld hebben. Het is alleen bijzonder triest nogmaals dat bij Utrecht die zaken nu op die manier aan de kaak gesteld worden. Wat die club nogmaals aan de rand van de afgrond heeft gebracht de laatste tijd. Eén vraag nog. Hans van Breukelen als onderpand, dat vindt toch echt de limit? Hans zelf ook? Ja. Jij ook, neem ik aan? Ja, inderdaad. Daar kan ik alleen maar het met je mee eens zijn. Ja. Ja, hoewel Hans nog niet eens de indruk wekt alsof hij het de limit vindt. Want hij reageerde nogal laconiek op. Hè? Ja. Nou ja, kijk, het is zo, dat is inderdaad het geval, maar Van Breukelen is natuurlijk een bijzonder positieve jongen. Je ziet het net ook weer in die beelden, dat de keeper van het Nederlands elftal. Ik denk dat de legio professionals zouden zijn die misschien vanavond ook alweer daarom zitten te lachen. Die denken van, nou, want dat is vaak de mentaliteit, laat die club maar over de kop gaan. Een speler als Van Breukelen zou dan transfervrij worden en die zou voor zichzelf daar een slaatje uit kunnen slaan. Nou, die spelers van FC Utrecht die doen nu hetzelfde wat ze eigenlijk al zo vaak op het veld gedaan hebben. Waardoor we uiteindelijk eigenlijk zo ver gekomen zijn met de ploeg FC Utrecht. Die zijn de handen in elkaar gaan slaan, die zijn de straat op gegaan en die zijn dan proberen
En nu een bestuur demissionair is en iedereen zijn handen ervan aftrekt. Om samen met de mensen die je graag willen komen kijken nog naar die club. En dat blijken er dus toch nog duizenden te zijn, zoals vanochtend. Ja. Om die club toch te trachten in... Maar jullie gaan het moeilijk krijgen. Over de streep te trekken. We krijgen het heel moeilijk. We hopen er het beste van te maken. Akkoord, Kees. Jij niks meer? Nee, ik niets meer. Eén vraag... Ja, mag best hoor. Toch nog even als het kan. Misschien is het moeilijk. Een vraag stellen aan Job Borrell van de Partij van de Arbeid. Dit is een club in nood. Het FC Utrecht, dat eigenlijk gezien de werkgelegenheid die nu in gevaar is, van de kant van de overheid misschien steun zou verdienen of misschien juist het zwaard van Damocles moet zien vallen. Wat vindt u ervan? Absoluut niet. Hier is sprake van een zwart geldcircuit. Hier is sprake van belenen van spelers. Dit is typisch een voorbeeld waarvoor wij al jaren waarschuwen binnen het betaalde voetbal dat dat nou echt afgelopen moet zijn en op moet houden. Het is trouwens gewoon een schuld aan belasting. En bedrijfsvereniging. En ik denk ook dat, dat ben ik wel met Berger eens, dat bijvoorbeeld de KNVB zich hier veel drukker over had moeten maken. Omdat de KNVB tenslotte toch het toezicht heeft. Maar u moet niet denken dat de overheid met de overheidsmiddelen, onze belastingcenten, op deze manier clubs kan gaan steunen. Want ik voorspel u dat er nog veel meer clubs zijn die... Ik zeg niet in het zwarte geldcircuit, want dat weten we helemaal niet. Maar in ieder geval ook financieel erg moeilijk staan wat belastingen betreft en dat soort zaken. En het kan toch bepaald niet zo zijn dat de overheid verantwoordelijk gesteld moet worden voor het falen van een bestuur. Dat moet ook in Nederland, en dat zeg ik tegen Berger, niet toegedekt worden op de manier waarop het nu gebeurt. Als zou hier onschuldige handelingen gepleegd zijn. Ik denk dat het toch een diep treurige zaak is. Ik hoop trouwens wel voor Berger dat we toch kans zien om FC Utrecht te laten bestaan. Want dat is niet in belang, alleen het belang van de spelers, maar ook van de supporters en die mensen die erachter staan. Dat vind ik wel. Maar het is niet zo eenvoudig om te zeggen, overheid, kom maar even met de beurs en ga maar dat goed maken wat anderen toch in een falend bestuursbeleid tot nu toe hebben veroorzaakt. Oké, dank u wel. Vivian. Een bijdrage van Hans Kraai en Eddie Poelman. Deze beelden zijn op de dag af 3 maanden oud. Willy Carbo gaat scoren voor FC Utrecht in het Hamburger Volksparkstadion. Utrecht wint in de eerste ronde van het toernooi om de UEFA Cup met 0-1 van HSV en verbaast Europa. Wat? Nu, 3 maanden later dus, is FC Utrecht weer nieuws. Meneer Hesselbeth, u bent directeur van de FC Utrecht. Dat moet op dit moment geen benijdenswaardige functie zijn. Inderdaad. Ik heb er wel eens meer verteld en ook in de openbaarheid gebracht van... ik beschouw mezelf zo'n beetje als een puinruimer. Ik heb namelijk een dergelijke situatie destijds in Den Bosch meegemaakt. Maar wat ik hier bij FC Utrecht meemaak, dat slaat alles. De prestaties van FC Utrecht zijn overvleugeld door bestuurlijke en financiële perikelen. 2 bestuursleden blijken zich voor goed geld te hebben ingekocht. Doelman Hans van Breukelen is gebruikt als borgstelling voor schulden. En als klap op de vuurpijl werd op 4 december de justitie ingeschakeld. Op initiatief van de verantwoordelijke man, wethouder Pot van Utrecht.